Walter Lotens, hoe bent u ooit in Suriname verzeild geraakt? Oh, ik was de kofferdrager van deze dame naast me. In die zin dat ik de eer had mee te mogen gaan met iemand die eigenlijk een opdracht had. En ik had dan het geluk om eigenlijk de handen vrij te hebben om dan te kijken naar een land dat ik helemaal niet kende. En hoe beviel dat land? Fantastisch. Ik heb daar in het onderwijs gestaan en ik had in België ook al in het onderwijs gewerkt. En ik vond dat een boeiende ervaring, maar ook een heel leuke ervaring. Hoe werd u zelf gezien in Suriname toen u daar werkte? Als Nederlandse of... Nee, echt wel als Belg. En dat was het verschil? Was positief. Ja, belangrijk. Voor de Surinamers was het echt een groot verschil, want die zeiden vaak van... Oh, jij bent Belg, jullie gelijken toch wel een beetje meer op ons. Maar niet waar is waarschijnlijk, maar dan hoezo de Nederlanders. Dan? Jullie zijn niet zo strak en dan kan het toch een beetje breder. En het was zo'n beetje dat. Plus, we hebben ook niet het verleden dat de Nederlanders wel met zich meedragen natuurlijk. Als ik daar wat mag aan toevoegen... Ik heb denk ik mijn boeken kunnen schrijven over Suriname doordat ik het goede paspoort had, om het zo maar te zeggen. Een Belgische. Een Belgisch en geen Nederlands. En een boek schrijven over de militaire periode waar de betrokkenheid van de heer Boutersen niet gering is. Nou, dat blijft nog altijd een heel gevoelig onderwerp. En ik ben er toch in geslaagd om een tiental mensen in een zeg maar zeer uitvoerig interview daarover aan het woord te krijgen. En ik denk dat dat minder met mij, maar wel met mijn achtergrond paspoort te maken heeft. Ja. Gaan Belgen anders om met de Surinaamse politiek dan Nederlanders? Goh, ze weten het dat eigenlijk ik niet. Ik denk dat het de kennis van de doorsnee Belg over Suriname, buiten een paar voetballers en de naam Boutersen, daar ook bijna eindigt en nog steeds. Dus in die zin, denk ik, is de kennis gering. Alhoewel ondertussen door stagiaires ook de ouders komen. Die komen een kijkje nemen in Suriname. En dat zal wel een beetje de betrokkenheid en de focus zeg maar, op het land doen toenemen. Toen wij vertrokken, dan kregen wij afscheidsgeschenkjes in België over Sumatra en Indonesië. Ja. En welke taal ga jij daar lesgeven? Dus niemand wist gewoon één niet waar het lag. Ze dachten dat het ergens in Zuidoost-Azië situeerde. En ook helemaal niet welke taal daar werd gesproken. En politiek gezien is men vooral geïnteresseerd wat op dit ogenblik Boutersen, president zijnde en tegelijkertijd beklaagde, hoe het daar aan toe gaat. Wanneer gaan jullie weer naar Suriname? Suriname trekt en trekt omdat wij daar zeg maar, vrienden voor het leven hebben gemaakt. Dat wij die als familie beschouwen zonder eigenlijk echt familie te zijn. Ik hoop dat al die stagiaires die daar naartoe gaan met dat soort rijkdom eigenlijk terugkomen. Verliefdheid, liefde, dingen die op termijn blijvend zijn. Dat zijn heel mooie zaken.